Hallo mensen, leuk dat jullie nu kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal, Ivo Lego Plays. En ja, we gaan natuurlijk weer verder met Lego City. En zoals jullie zien sta ik op een iets andere locatie, want de vorige keer waar ik opgeslagen had, was bij de haven daar zo, bij de vorige aflevering. Maar toen ik het spel weer opstartte, kwam ik gespannen. Nou, ging ik spannen bij het politiebureau. Maar doe vast allemaal een keihard blauw duimpje omhoog. En laat me weten in de reacties wat je van de video vindt. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Ivo Lego Plays, het zal super tof zijn. En zoals we bij de vorige aflevering hadden gezien, moeten we nu deze aflevering gaan doen, want we moeten een blokkade gaan maken. Bij een brug of zo? Ik weet niet, volgens mij wel een brug. Dus ja, we gaan nu even naar die brug toe. Heb je die wegblokkade al opgelost? Ik ga gewoon even naar die brug toe. Fuck de telefoongesprek. Wauw. Jij kunt toch rijden? Je moet me helpen! Geen zorgen. Jij daar, links vooruit. En jij achteruit. Jij daar, links en nu naar rechts. Nog een klein stukje naar links. En jij blijft doen wat je doet. Komt helemaal goed. Wauw. Wow. Zo, die rijdt snel. Dag, mevrouw. Ik heb die auto nodig. Wauw. Natalia! Mijn auto is totaal los. Heb je nog niet genoeg kapot gemaakt in mijn leven? Je ziet er nog net zo uit als ik me herinner. Hou jij die praatjes maar voor je. Dankzij jou heb ik een hele nieuwe identiteit aan moeten nemen. Ik moest zelfs mijn haar verven. Was je vroeger dan niet blond? Jij... Ik ga naar mijn vader in zijn blokhut om vaarwel te zeggen en dan ben ik weg uit Lego City. Wanneer zie ik je weer? Nooit! Oké, die dame is niet echt heel aardig tegen mij. Wat is er gebeurd bij die wegblokkade, Chase? Oh, gewoon een losgeslagen voertuig. Maar ik heb het al opgelost. Oké. Maar ik heb wel een nieuwe auto nodig. Die van mij is, kwijt. Eigenlijk was die ook niet van mij, trouwens. Is niet erg. Frank raakt er elke week wel twee kwijt. Er is een voertuigbestelpunt vlakbij het wegrestaurant. Iets naar het noorden. Maar dat is al een tijdje buiten gebruik. En je wilt zeker dat ik hem ga repareren. Je leert snel, Chase. Daar ren ik dan wel even naartoe. Zo. Hallo. Weet jij toevallig iets over dat oude voertuigbestelpunt? Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Kijk naar mijn benzinepompen. Ze liggen in tuigen. En zonder benzinepompen krijg ik geen klanten. Alhoewel, sommige klanten zich hier ook wel met koffie vol tanken. Als je ze kunt maken, dan krijg je een beloning. Oké. Dus als we deze dingen maken, krijgen we een beloning. Het is je gelukt. Mijn wegrestaurant is gered. Wat wil je hebben? Een ijsje? Een kroket? Een ijsje met kroketsmaak? Daar heb ik nog een heleboel van. Oh, ik weet het al. Ik heb nog een supersteen liggen. Daarmee kun je het voertuigbestelpunt repareren. En volgens mij ligt er hier in de buurt
ergens een. Oké. Wacht, ik zet wel even de ondertiteling aan, zodat jullie dan het... zodat jullie het een beetje kunnen volgen, weet je wel. En ik zie je gelijk hier een aanwijzing. Zit er ook eentje? Ik denk dat we nu wel genoeg blokjes hebben. Ja. Wow. Zo. Zo. Ik wil wel even die paarse muntjes hebben. Die paarse muntjes vind ik wel... Daar kan je volgens mij heel veel geld mee verdienen met die paarse muntjes. Oké, welke politieauto zullen we doen? Welke kleur? Zullen we roze doen? Ja, we doen gewoon roze, ja. Roze politieauto, yeah! Hey Chase, ik krijg net een melding van nog een misdaad. Een stel dieven heeft zich verschanst op het dak van het Lego City TV-gebouw en onze agenten kunnen niet bij ze komen. En hoe kan ik helpen? Je weet toch dat ik niet kan vliegen, hè? Ja, maar mijn oom Duke is sheriff van het Bluebell Natuurgebied. En hij heeft nog een paar oude grijphaken liggen die ideaal zijn om gebouwen mee te beklimmen. En om er vanaf te vallen. Wat precies de reden is dat we ze niet meer gebruiken, toch? Nou, als je het niet aandurft... Dat durf ik heus wel. Super. Ik zal mijn oom vast zeggen dat je onderweg bent. Oké, zo te horen moeten we een grijphaak zien te vinden. Oftewel, moeten we even langs gaan bij iemand. Ik had je niet gezien. Turbo! Woehoehoehoe! Deze game is gewoon echt geweldig. Want je kan ook lekker crossen zo. Huppatee. Hallo, ik ben Chase. Heeft Ellie gezegd dat ik eraan kwam? Dat heeft ze inderdaad. Leuk je te ontmoeten, Chase. Mijn naam is Duke Huckleberry. Ik heb heel veel over je gehoord. Sorry dat ik erover begin, want ik weet dat je fouten hebt gemaakt. Maar het was niet eerlijk om je de stad uit te sturen. Vooral niet omdat door jou getuigen aan het licht. Oh, wat de... Tja, ach... Ik heb geleerd van mijn fout. Ik zou niet gauw weer zoiets stom doen. Gaat het nou? Ja, best. Heb jij misschien een grijphaak voor me? Dat heb ik zeker. En je mag met alle plezier zo'n waardeloos ding van me hebben. Die ondingen hebben me nog nooit geholpen met ouwe Bessie. Gestreepte bers, grijs, ongeveer zo. Oh, wat? 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 Oh nee. Nou, laat ik maar weer eens gaan. Ik moet nog een paar boeven vangen. Oké, veel succes met je grijphaak. Wat ze zijn niet altijd makkelijk te gebruiken. Oh! Echt die Lego humor, zo fantastisch. Een grijphaak ontgrendeld. Hopelijk kan ik daarmee aan de slag... met een misdrijf. Die misdaad of zo. Wat ze bij het telefoongesprek hadden.
Hey Chase, we hebben een probleem. Ja, ik dacht dat het veel te makkelijk ging. Wat is er aan de hand? Er is onduidelijkheid over in welk gebouw de dieven zitten. De commissaris heeft agenten gestuurd om ze te zoeken. Maar jij kunt wel een handje helpen. Als je op het dak kunt komen van de hamburgertent die ik op je kaart heb gemarkeerd... Dan kan ik mijn scanner gebruiken om te zien in welk gebouw ze zitten, toch? Precies. Wees voorzichtig, Chase. Haha, ik heb die truck gewoon even... Oké, we moeten dus naar een misdaad. Waar een paar boeven gewoon ergens op het dak zitten. Maar het is onduidelijk op welk gebouw ze zitten. Dat nu is het een beetje een probleem. Daarom rijd ik nu even snel weer terug naar Lego City. Oftewel, vlak bij het politiebureau. Ondertussen pak ik gewoon even die roppen, oftewel die muntjes. Wow! Oké. Joehoe, slow motion! Jongens. Ik zei eigenlijk, het gaat goed jongens. Huppatee. Zo te zien zijn we bij een hamburger tent. Ik ken haar liever vanaf het dak van de hamburger tent, denk ik. Ik dacht al dat ik iets met die haak moet doen met hier zo. Zo. Zo, we staan op de hamburgertent. Of moeten we in de hamburger? Ah, dat is lachen. Op de hamburger staan, jongen. Oké. Waar zitten jullie verstopt? Ik dacht dat ze ergens op het dak waren. Ja, ik denk dat ik ze zie. Hebbes, tijd om die doerakken van het gebouw af te kwakken. Ik zal maar geen dichter worden. Ik heb trouwens ook al gemerkt dat er geen ondertiteling aan staat. Accepteren. Ellie, ik heb de dieven gevonden. Maar ik klim eerst op het gebouw ernaast. Dan kan ik van het ene dak naar het andere springen en ze zo misschien verrassen. Of, als ik de sprong niet red, bij de eerste hulp landen. Geniet van het ziekenhuis eten, Chase. Oké, dus als ik gewond raak, moeten we dus naar het ziekenhuis toe. Nou, ik raak niet gewond hoor. Huppatee. Ik weet zeker dat ik het hier ergens heb gezien. Zo, ik ga nog hoger. Even die blauwe puntje pakken. Oh, we beginnen gelijk al met die missie. Speciale opdracht 1, achters aan. Oké, we moeten dus achter dieven aan volgens mij. Want als ik zo zie... achter ze aan, dan denk ik aan dieven en zo. Dat ze achtervolgen worden en zo. Gelukkig heb ik geen hoogtevrees van andere belachelijke fobie. Ja, oh my god, man. Wat was dat in hemelsnaam? Ja.
Ik ben lang niet zo fit meer als vroeger. Ik ga zo van mijn stokje. Hopelijk is er een manier om aan de andere kant te komen. Ja, hopelijk wel, ja. Wow. Woehoe! Deze rijbaak is geweldig. Echt, hè? Oké, nu word ik wel een beetje misselijk. Zo. Moeten we hier langs? Die moeten we bouwen, zeker. Maak gewoon hier voor alles kapot. Ach, dat waren toch maar lelijke meubels. Het waren inderdaad lelijke meubels, ja. Wat is dit? Wow! Oh, je kan dus gewoon zo'n gigantische sprong maken. Hey, een smeers, daar beneden. Wegwezen, mannen. Ik laat die dieven niet ontsnappen. Inderdaad, laat die dieven niet ontsnappen. Dat was één. Nu de rest nog. Zo. Het gaat allemaal wel snel. Het gaat mij gewoon een beetje om het spel, weet je wel. Hey, ik zie weer van die dingen waar je aan moet zwaaien. Oh, dat geluid, jongen, dat is echt zo creepy. Serieus, val ik nou gewoon naar beneden? Wow, ik wist niet eens dat ik kon turnen. Moeten we hier op die bloemdinges gaan klimmen? Oh ja, kan gewoon. Het is wel een beetje hoog, vind ik. Zo. Let niet op mij. Zo, dat was twee. En dat was twee. Nu de rest. Nu nog de andere. En dat is drie. Nu alleen nog de leider. Inderdaad, nu alleen nog de leider, ja. Die laat zich niet zo makkelijk arresteren. Wat is dit dan weer dan? Oh, die muziek is echt zo creepy, hè? Oh, ik snap hem al. We moeten dus, als je omhoog gaat, moet je zeg maar pauze nemen. Bijvoorbeeld hier. En zo. Wat is hier eigenlijk? Want ik wil even wat verzamelen. Bij elkaar. Gewoon een beetje dingetjes bij elkaar doen. Wat een uitzicht. Echt, hè? Het is wel echt een mooi uitzicht, ja. Woehoe! Dat doet me denken aan een glijbaan of zo. Dat je nooit om hier te komen. Ik zie op het dak iemand die waarschijnlijk de leider van de dievenbende is. Hij lijkt naar iemand te zwaaien.
Zo, die boef is de wel goed. De politie van Lin. Mij hou je niet zo makkelijk tegen. Ah, ik heb een goddamn loop ook altijd. Wacht eens, daar is de politie. Het lijkt erop dat deze achtervolging op een arrestatie uitloopt. Dit was Conrad Peters in Lego City voor Channel K News. What the fuck? Kom op, geef het nou gewoon op. Ja, echt hè? Hij moet het gewoon opgeven. Zo. Huppatee. Ik wil ook even die knoppen pakken. Woehoe! Dit is vet, man. Help! Laat me niet vallen! Ik heb een vrouw en twee goudvissen! Voor wie werk je? Het is George. George van de Jansen Verband. Ach, kom op! Dat kan ik niet zeggen! Hij trekt me in tweeën! Oké, okay, ik ben Rex Fury. Rex? Waar is die? Weet ik niet. Ik zie hem nooit. Hij belt me altijd. Wie weet het dan wel? Geen idee. Misschien Blue. Een smokkelaar in de Albatros gevangenis. Vraag het hem, maar laat me niet vallen. Ah! Oh, dat was echt wel echt, ja. Hoe zeg je dat? Dat was wel... Maar nu niet meer. Hilarisch. George? George van der Jansenmans! Hey, lang niet gezien, hè? Wat de... Oh my god, die lego humor. Daken, voltooid. Speelt free runner, yes. Bezig met opslaan. Let op rode hers. Speel pictogrammen op de minikaart. Deze pictogrammen geven aan dat je een eerder voltooid level opnieuw kunt spelen. Oké. Okay. Oké, okay, dat is lachen. Hoofdstuk 3. Ga direct naar de gevangenis. Hey, Chase! Ik zag je net op tv. Je zag er wat bleekjes uit. Heb je een aanwijzing gevonden? Ja, het spoor leidt naar de Albatros gevangenis. Weet jij hoe ik daar kan komen? Oeh, dat zal de commissaris niet leuk vinden. Hij heeft de zaak van Rex ontsnapping gesloten. Maar hij hoeft er toch niks van te weten? Ah, ik weet niet. Ik ga gewoon even weer terug. Nee, wacht. Ik ga gewoon even weer terug bij de politiebureau. Nou, er is wel een manier. Eerst neem je de veerboot van de pier achter het politiebureau. En dan? En dan zeg je niks tegen de commissaris. En dan... Bedankt, Frank. Ik spreek je nog wel. Oké, okay, succes! Oh, en doe Ellie de groeten van me, als je haar nog spreekt. Waarom kan het niet open? Wacht, ik ga gewoon via hier. Oh, je kan gewoon over het hek heen. Oké, okay, dat is lachen.
Ik wil graag gewoon eigenlijk via de poort gaan. Bluffbeard? Chase McCain! Ah, dat is lang geleden. Ik zag je vanmorgen nog. Ja, 6 uur geleden. Wat doe jij hier? Ik heb besloten iets nieuws te proberen. Ik ben nu kapitein van de veerboot die schurken en zeeschuimers naar de Albatros gevangenis brengt. Mooi, de veerboot. Waar is hij? Ik heb hem laten zinken. Wat de... Je kunt zeker niet even een nieuwe voor mij houden. Waarom heeft hij laten zinken? Dan is het wel echt een idioot. Hey Ellie, als die hem laat hebben zinken. Wij toevallig nog een paar superstenen liggen op het bureau? Ik moet de veerboot weer in elkaar zetten. Heeft Frank hem soms weer bestuurd? Vreemd genoeg niet, nee. Oh, oké. Ik zal je scansoftware voor je updaten. Oké, als het goed is, kun je nu je zakcomputer als datascanner gebruiken. Dan laat hij alle superstenen in de buurt zien. Tik na dit gesprek op de datascannerknop van je zakcomputer en volg de aanwijzingen. Bedankt, Ellie. Oké. Datascanner. Hey, wat is dit? Dus we moeten zo te zien gouden blokken zien te vinden. Of eigenlijk te horen. En dan moeten we 15 van de... Van die... 15 van die stenen hebben. Oeh. Als ik verder ging, was ik er geweest. Was ik van het gebouw afgevallen. En dat wil ik totaal niet. Huppatee. Hey, ik zie zo'n blokje weer. Woehoe. Wat is eigenlijk hierboven? Ik wil even die munt pakken. Yes, we hebben nu genoeg blokjes. Misschien moet ik maar piraat worden. Ik klink wel een beetje als een piraat. Kijk dan hoor, dit is een mooie boot. Nou, is niet verkeerd. Veertien. Het was ingewikkeld te lezen. Gered. Zeker weten. Klim aan boord, dan zetten we koers naar de Albatros-gevangenis. Oké. Misschien halen we deze keer zelfs wel de overkant. Ik ga wel even die munt pakken. Zo. Wil je naar Apollo-eiland? Ja. We moeten wel inderdaad naar Apollo-eiland. Zoek Blue op de binnenplaats van de gevangenis. Oké. Zo. Goed om te zien dat de beveiliging hier op orde is. Dan laat ik mezelf wel binnen en dan ga ik op zoek naar Blue. We zijn inderdaad nu op Apollo Island. Dat is mooi. Huppatee. Oh, het is weer zo niets.
Oké, hier zit dus wat. Zo, de poort is open. Dus we kunnen er nu doorheen. Als het kan. Het gaat. Zo. Zo. Hup. Oh, het is weer zoiets. Zoiets. Huppatee. Huppatee. We zijn binnen. Oh, we moeten hier omhoog dus. En wat is hier eigenlijk? Oh, weer zo'n blokje. Hey, zo'n blokje zie ik weer. Doe me hiervoor. Heb ik weer niet goed gemikt. Oh. Moet ik weer helemaal opnieuw. Om een blokje te pakken. Nee, dat bedoel ik niet. Oh. Ik wil gewoon op die rand weer zien te komen. Want ik was zo geïnteresseerd in dat blokje. Maar deze keer ga ik hem wel pakken. Hebbes. Nu alleen nog Blue te zoeken. In de Albatros gevangenis. Zo. Het is wel cool hoor, dit. Zo, er zijn wel veel boeven, jongen. Oh, we moeten hier gelijk omhoog. Yes, ik heb een blokje. Moet ik hier nou omlaag of zo? I don't know. Hey, like for you, Smeagol. Sorry, ik had het even tegen deze meneer. Yo, politieman! Doe je veldwerk maar ergens anders, niet op ons basketbalveld. Hey, goed werk, man. Taal is echt jouw ding en zo. Voor echies?
Als dit jullie basketbalveld is, waar is jullie basketbal dan? Gejat door stel supergemene perskoppen. Die waren echt niet aardig. Als ik hem voor je terugbreng, mag ik dan naar binnen? We zien wel. Ik beloof niks niet. Oh man, dat was een dubbele ontkenning. Je stelt me teleur. Oké. Okay. Het is misschien niet leuk om in de gevangenis te zitten, maar ik kan wel vastgaan. Ik wilde alvast even deze kant op. En ik zag al dit. Dat ik moest klimmen en zo. Zo. We moeten inderdaad een basketbal gaan zoeken. Voor die twee jongens bij het basketbalveld. Dus hier zijn die basketballers. Zeg mijn advocaat dan maar dat het weer het gebruikelijke is. Auw. Dit krijg je terug. Dit is niet eerlijk. Jij bent niet eerlijk. Zo. Niet weer. Dit is niet eerlijk. Zo. Ik heb de bal, jongens. Jongens, ik heb de bal. Je hebt het. Oké, eerlijk is eerlijk. Kom maar binnen. Misschien is het wel even tijd voor een potje basketbal. Oh, gelijk in de prijs van 1. Wow. Zo. Ik ben daar wel goed in. Hey, ben jij Blue? Ik heb me wel eens beter gevoeld, ja. Ik ben Chase. Men zegt dat jij meer weet over Rex Fury. Rex Fury? Die vent is me nog wat schuldig. Jij hielp hem ontsnappen. Waarom zou ik dat doen? Rex was mijn grootste klant totdat hij ineens verdween. Ik krijg nog noppen voor een bubbelbad. Weet je hoe moeilijk het is om zo'n ding naar binnen te smokkelen? Over smokkelen gesproken. Voorzichtig met Heywood's nieuwe auto. Ja, tuurlijk, Blue! Hoe is Rex dan ontsnapt? Ja, dat is de vraag waar iedereen mee zit. Maar niemand mag zijn cel in om daarachter te komen. Zelfs de politie niet. Dat is vreemd. Maar jij en ik willen Rex hier allebei graag terugzien. Dus ik heb wel een idee. Als jij een paar spullen uit mijn cel haalt, bel ik je hiermee op om je meer te vertellen. Dat is een croissantje. We mogen hier geen telefoons hebben, dus die zit erin verstopt. Zet je nummer erin. Oh. Zo. Ik hoop dat je plannetje werkt, Blue. Hey, ben jij niet, Nee. Nee, die ben ik zeker niet. Stel dat zijn advocaten dit zien. Wat is er, Heywood? Ben je niet blij met je nieuwe auto? Auto? What the... Een wiel uit zijn mond. Ga de gevangenis in. Maar mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe vast van hem een keihard duimpje omhoog. En laat het weten in de reacties wat je van de video vindt. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Ivo Lego Plays, dat zou super tof zijn. En de volgende aflevering gaan we de gevangenis in. Waar Blue het over had. En dan gaan we even wat spulletjes uit zijn cel halen. Dat je wilde weten hoe Rex ontsnapt was. Hier kom je niks te weten. En dan kunnen we weer verder. Maar ik zie jullie bij de volgende video. Later!